Hey, goedemiddag, dit is Barbara van Hiltzens. Vandaag gaat deze video over waarom nu gezond. Omdat nu het juiste moment is. Het is niet morgen, niet overmorgen, niet volgende week, niet volgende maand, niet volgend jaar. Het is nu. En waarom nu? Omdat veel mensen last hebben van een soort van perfectie-idee. Ze willen gezonder leven als ze er aan toe zijn. Als ze zich wat beter in hun vel voelen. Als het lente wordt, als ze iemand hebben gevonden die meedoet, weet ik veel, als ze zich beter, wat voor reden dan ook, er is altijd wel een reden om niet nu te beginnen. En je hoeft niet perfect te beginnen. Je hoeft niet eraan toe te zijn om bijvoorbeeld vegan te gaan leven. Je moet gewoon heel klein beginnen en dan stapje voor stapje verder. Hoe kan dat? Bijvoorbeeld, als je niet genoeg water drinkt, drink dan 1 glaasje water per dag meer. Dat moet doen zijn. Of neem 1 broccoli roosje per dag meer op je bord. Of een andere groente. Als je heel slecht in je vitamine en je mineralen zit. Omdat je geen groente of fruit eet. Neem een multivitamine. Maar doe iets. Neem een klein stapje om wat gezonder te worden. Vandaag. Nu. Nu is het juiste moment. Oké? Afgesproken. Zie ik je in de volgende video. Bye.